Ik ben Zuiderveld. We spreken elkaar vaak vanwege het historisch verhaal van Winterswijk, van hier en toen. Maar nu even op een andere plek. Kun je even uitleggen aan de kijkers wat je precies voor werk doet? Ja, ik noem mijzelf Food Service Watcher. Dus dat betekent eigenlijk dat ik voor vakbladen en organisaties analyses maak over de horeca. Of eigenlijk de hele food service, dus ook met catering en fastfood en alles erbij. En dagelijks verhalen schrijf voor vakmedia. Van huis uit ben ik journalist, daar ben ik ook voor opgeleid. En vroeger werkte ik ook voor dagbladen en zo. Maar al sinds het begin van de jaren 90 ben ik eigenlijk helemaal gespecialiseerd in horeca. En dan met name de vakmedia, dus voor de ondernemers zelf. Kijk, horeca is natuurlijk een prachtig, laten we eerlijk wezen, iedereen komt er graag. Dus een prachtige branche om in te werken. Ik schrijf over de hele horeca, maar ben altijd ook extra, heb ik me verdiept in de fastfood en de Nederlandse frituurcultuur. Dus dat zijn, binnen de horeca zijn dat nog extra specialismen die ik volg. Nu we het over horeca hebben, hoe zie je de toekomst voor de horeca? Ja, het is voor de horeca is een enorm moeilijke tijd. Ik bedoel, ten eerste hebben ze veel omzet verloren natuurlijk door die coronasluitingen. Ja, sommigen hebben daar echt tienduizenden euro's schuld ook door opgebouwd. Hè, doordat ze personeel wel in dienst hielden, maar geen omzet hadden. En daar werden ze wel door gesteund door de overheid. Maar ja, lang niet genoeg om die gemaakte kosten te dekken. Dus dat zie je, dat een aantal horecabedrijven nog met die last zit. Dan heb je natuurlijk de personeelstekorten, die zijn enorm. Dus sommige bedrijven zijn echt deel van de week gesloten, omdat ze het personeel niet hebben. Nou, dat betekent ook geen omzet. Ja, dat personeelsprobleem, dat blijkt uit de hemel te komen vallen. Maar dat is echt niet zo. Dat werd al eigenlijk eind jaren 90 de mensen die de cijfertjes volgen, zoals van het CBS, gaven al aan van jongens, we krijgen te maken met een langdurig structureel tekort aan mensen. En dat heeft gewoon te maken met vergrijzing en ontgroening, zoals ze dat dan noemen. Dus een hele grote groep mensen die met pensioen gaat of niet meer werkt. En ontgroening, ja, de jongere generaties zijn gewoon kleiner dan de oudere generaties. Daarnaast is natuurlijk de economische activiteit in Nederland enorm toegenomen. Dus dat betekent dat je gewoon mensen tekort komt. En dat iedereen voorspelt ook dat nog zeker 10 tot 15, misschien wel 20 jaar zal aanhouden. Dan is het consumentenvertrouwen in Nederland al heel lang heel laag. Nou, wat is een van de eerste dingen waar consumenten op bezuinigen? Dat zijn goede doelen. Dat zijn de eerste dingen. En tweede is vaak horeca en buiten de deur gaan eten. Nou ja, verder zie je dus dat door inflatie en prijsstijgingen van inkoop van ondernemers in de horeca, maar ook gestegen personeelslasten, dat ze eigenlijk de prijzen enorm moeten verhogen, ook voor de consument. Maar ja, dat durven ze niet altijd. En dat betekent dat in de hele horeca eigenlijk de marges, de winstgevendheid, echt onder druk staat. En wat onderscheidt een kop koffie thuis, die je voor een paar dubbeltjes drinkt, van een kop koffie in de horeca van 3 euro? Dat is juist toch wel dat je bediend wordt. Als je de horeca ingaat, ja, dan is dat bedienen en dat bediend worden is een deel van het verhaal. Maar goed, je kunt zeggen, je hebt in Winterswijk zeg maar zo'n 70 cafés, restaurants, snackbars, hè, inclusief fastfood en inclusief het restaurant van de HEMA. Die zijn samen goed voor zo'n omzet van zo'n 35, 40 miljoen euro. En dat is gemiddeld zeg maar zo'n 5 ton, hè, waar je dan op komt. En ja, je ziet toch dat verontrustend is dat die omzet, de gemiddelde omzet in de horeca, toch vaak nog beperkt blijven tot een paar ton, terwijl de kosten stijgen, terwijl de personeelslasten stijgen. Is ongeveer 6% is een formulebedrijf, een ketenbedrijf. Denk aan Domino's, denk aan McDonald's, Foodmaster. Nou, HEMA hoort er in zekere zin ook bij. Dat is in Nederland dus zo'n 6%, in Winterswijk ook zo'n 6%. Dat zie je in het buitenland, in steden, dat gaat wel tot 20-30%. Dat zullen we dus ook in de kleinere plaatsen als Winterswijk op den duur gaan zien. Dat je dus fast casual-achtige restaurants krijgt, zoals De Beer of Cubanita, die ook in kleinere gemeenten een plek gaan zoeken. Dus daar moeten ondernemers op verdacht zijn dat kan gebeuren. En dat kan groot effect hebben in een gemeente als Winterswijk op de omzet van een zelfstandige horecaondernemer. Dus daar moet je op verdacht zijn. Kijk, Domino's Pizza in Winterswijk heeft echt
het afhalen in Winterswijk en de omzetstromen verandert. We hebben veel Duitse gasten. Vroeger was de Duitse horeca echt, nou, laten we zeggen, ouderwetser dan de Nederlandse. Dat is niet meer zo. In Duitsland heb je heel veel moderne, eigentijdse concepten. En ook dat moet je als ondernemer goed in de gaten houden. Een keer goed in een wat grotere stad in Duitsland gaan kijken. Wat hebben ze daar allemaal? Want er spelen trends in de horeca die ik in Winterswijk nog maar heel beperkt terugzie. En dat is toch belangrijk dat je jouw horeca concept als zelfstandig ondernemer, dat je die bij de tijd houdt. Ja, en over bijblijven gesproken, wat ook heel belangrijk is, is dat jongere generaties, zeg maar dertigers, veertigers, wat we dan de millennials en Gen Z noemen, die hebben een hele andere behoefte als ze uit eten gaan dan oudere generaties. Allemaal wat moderner, wat eigentijdser, ook andere soort producten. En daar moeten ook ondernemers in Winterswijk zich niet in vergissen. Die bepalen, en dat zal misschien met die Duitsers iets minder zijn qua percentage, maar die bepalen bij het uit eten gaan door de week, 's avonds, zijn zij nu al goed voor 73% van de horecabestedingen, in de avonduren dus. Ja, dus die doelgroep moet je heel goed in de peiling houden, want dat worden de big spenders van de horeca.